Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de LVV, heeft gisteren samen met het Suriname Market Access Project, SAMAP, een inceptieworkshop gehouden. Deze workshop had als doel een multi-stakeholder platform op te zetten van niet-houtbosproducenten. Boeren en agroproducenten van podocyri, oliehoudende zaden, honing, kokosnoten en andere producten afkomstig uit het bos zullen ondersteund worden om een strategische visie voor een waardeketen te formuleren. Volgens Erik Ceballos, hoofd technisch adviseur SAMAP, zullen participanten aan de workshop meer info krijgen over de verschillende mogelijkheden van vooral de niet-houtbosproducten. But because there are many, we need to be organized. We need to have a platform that brings together farmers, collectors, processors, agribusinesses, exporters, banks, you name it. Because if we are not together, those opportunities will not be effective. So today, we will use this opportunity to hear from you what are the best ways to organize a sector. Because we don't want to tell you what to do, we want to hear from you what's the best way to do it in the context of Suriname. Volgens Deepak Jairam, directeur van het ministerie van de LVV, zijn de boeren en agroproducenten van niet-houtbosproducten nodig om met het SAMAP-team te brainstormen. De directeur verduidelijkte het doel van het project voor de participanten. Het doel van SAMAP is de bevordering van duurzame landbouwontwikkeling in Suriname door meer concurrerende en veilige productie en verbeterde markttoegang van geselecteerde gewassen in groente en fruit, wortels en knollen en, waarvoor u hier bent, niet-houtbosproducten, de non-timber forest products. U ziet hoe ruim uw doelgroep is. Het bestaat uit verschillende actoren uit de keten, waaronder vertegenwoordigers van organisaties van producenten, verwerkers, opkopers, exporteurs, verkopers en ondersteunende instanties, waaronder vertegenwoordigers van de ministeries van LVV, RO, HINT, Financiën, als ook financiële instellingen, NGO's, onderzoek, educatie, etc. Tot zover Deepak Jairam, directeur van het ministerie van LVV. Hij sprak gistermorgen tijdens de inceptieworkshop van LVV en SAMAP voor de niet-houtbosproducenten. De workshop is gehouden in de SAIS-vergaderzaal van het ministerie aan de Letitia Friesdelaan.